Dames en heren, van harte welkom bij deze raadsvergadering van 2 mei 2017. Ik meld de afwezigheid van de heer Snijders, die externe verplichtingen heeft, van de raadsleden Mulder en Nijhoff. Een andere mededeling is nog dat er opnames worden gemaakt voor Notubis, niet over de inhoud, maar geloof alleen sfeerbeelden. Dan weet u dat. Voor de actuele vragenronde heeft niemand zich gemeld. Dan kunnen we dat. Ik geloof dat in de regeling de bedoeling is om van tevoren te melden. We waren er nog net vooraan, dus. Maar goed, we hadden. Ik wijs u wel op dat in het reglement van orde een termijn wordt genoemd van 24 uur. 24 uur. Oeh. Ja. Ja. Dus ik kijk. Nou, doe het bij de rondvraag. U houdt het voor de rondvraag, akkoord. Dat maakt het ook meteen weer spannend in het begin, hè? Dat is altijd weer. Het vaststellen van de agenda, kan dat wel in één keer door zoals het voorstaat? Dat is het geval, dan hebben we de agenda daarmee vastgesteld. Het spreekrecht op de agendapunten is ook niemand zich gemeld. Althans niet in deze vergadering, wel in de oriënterende ronde hierna. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 april. Geen op- en aanmerkingen. U kunt daarmee akkoord gaan. Dan gaan we naar de hamerstukken. Punt 6. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Matenweg, Collendoorn. Heeft u behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Mag ik constateren dat u al een voor bent? Ja, akkoord. Al dus besloten. Dan komen we bij de rondvraag. Ik zie al iemand van de Partij van de Arbeid. Ik kijk nog even verder of nog iemand anders het woord kan geven. Dat is niet het geval. Gaat uw gang. Ja, dank u wel. Ja, we hebben vernomen dat er een nieuw convenant is gesloten met betrekking tot bollenteelt. En daar wordt in het persbericht ook gesproken over een evaluatie. En nu vroegen wij ons af. De eerste evaluatie is in 2015 geweest. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat daarna nog een evaluatie is geweest. En ja, we hebben daar eigenlijk helemaal niks van gezien. Omdat het convenant wel is aangepast. En ja, het is voor ons een beetje ondoorzichtig hoe dat nu eigenlijk allemaal gelopen is. Daar mogen we graag een antwoord op. Akkoord. Ik zie dat de heer Prins ook bereid is om dat antwoord te geven. Ik weet niet wat er meegezonden is met het convenant. Ik ga ervan uit dat u dat als actieve informatieplicht heeft gehad. En daar is niet iets van een evaluatie meegenomen. Nou, ik zal dat even nalaten zoeken en dan zorg ik dat u in ieder geval eventjes het overzicht krijgt hoe het gelopen is. En als daar een schriftelijke evaluatie onder ligt, dan zal ik zorgen dat u die krijgt. Wel is er afgesproken met de partijen die daarin participeren dat we proberen dit convenant een geldigheidsduur van 3 jaar te laten geven. Dat is op verzoek van alle partijen. Ja? Omdat allerlei onderzoeken in het kader van gezondheid en zo, die hebben nogal lange termijnen in zich. Ja, en op zich ben ik heel blij en is de sector blij, maar is ook de actiegroep vanuit de natuur, zeg maar, is ook blij dat we op deze wijze weer verder hebben kunnen gaan, dat de dingen nog net weer iets aan hebben kunnen scherpen. Dus daar is, en daar heb ik mezelf van kunnen vergewissen, er is wel tevredenheid bij alle partijen dat het weer zo gelopen is. Maar u heeft, als er een goede evaluatie onder ligt, dan zorg ik dat u die krijgt. Ja, en dan kijk ik ook meteen even naar de griffier of die dat even voor mij uit wil zoeken. Ja. En is er geen evaluatie, maar zijn er gewoon wat bevindingen gedeeld in een vergadering, dan zal ik ook vragen aan de betreffende ambtenaar of dat richting de raad kan. Akkoord, de beantwoording lijkt me voldoende. Dat is het geval. Verder geen gebruik van de rondvraag. Dan komen we bij de sluiting. We beginnen over een minuut of 5 met de oriënterende ronde.